Dierenexperts Joeri Kortes en Frank Ressler sturen elkaar het veld in. Ze gaan op zoek naar bijzondere dieren om zo het levende bewijs te leveren dat het terug beter gaat met onze beken en rivieren. Vandaag geeft Frank Joeri een opdracht. Dag Joeri, ik heb een leuke soort voor jou in petto. Ah, dat is een leuke. Een leerpaar. Moet lukken. Ik heb een geweldige opdracht gekregen van Frank. Een prachtig beest, zeldzaam in Vlaanderen. Op een paar locaties maar te vinden. En ik heb gekozen om naar die plek te gaan die het minst voor de hand ligt. Geen groot natuurgebied, maar het havengebied rond Antwerpen. Vlak bij de Schelde. De Schelde, prachtige rivier. En het echte leuke is, er zitten ook getijden op. Dus dat water dat zakt en dan komen deze slikplaten, deze slijkplaten, komen dan droog te liggen. Maar het zit vol met leven. En ook de kreekjes dat erin zitten, er zit nog een klein beetje water in. En dus kunnen de lepelaars daar hun voedsel gaan zoeken. Dus de ideale plek om onze zoektocht aan te vatten. Ah, daar. Nog geen lepelaars, maar bergeenden zijn eigenlijk ook wel heel toffe beesten. Die zitten op die slijkplaten en met hun snavel filteren ze die bovenste modderlaag. Dat zit vol met kleine organismen, vaak eencellige algjes, eencellige wiertjes. En dat eten die op. Ook nog twee kluten, heel toffe dieren. Opgewipte snavels, een zwart-wit verenpatroon. Veel dieren, maar nog geen lepelaar. Dus de volgende plek. Kijk, dit is zo'n oude kreek van de Schelde, in het midden van het havengebied. En een prachtig natuurstukje dat beheerd wordt door het agentschap Natuur en Bos. Dat zit vol met kopmeeuwen, een heel kolonie. Ah, en dat is wel tof, een visdiertje. En het lijkt misschien in eerste instantie wel op een meeuw, maar het is veel kleiner. Het is veel slanker, slanke snavel, een heel lange staart. En het is wat men noemt een stern. En sternen die jagen op visjes, en vandaar ook de naam visdiertje. Dan blijft hij bidden tot hij in het heldere water een visje ziet. En dan duikt hij erachteraan. Ja, ja, daar is hem. Ja. De lepelaar. Ha. Oh, prachtig. Ja, dat is toch wel echt een exotisch voorkomen. Hè? Die snavel, dat is uniek. Het is nog niet zo lang dat hij in Vlaanderen broedde. Dus dat is echt nog maar een paar jaar. En twee of drie locaties over het algemeen. Dus dat is echt wel heel bijzonder. Ja, is volop aan het jagen. Dan gaat hij met zijn hele gevoelige snavel heen en weer gaan in het water. Dus die heeft niet echt helder water. Nee. Dat mag best troebel zijn, maar het moet wel zuiver zijn. Er moet leven in zijn. Visjes, garnalen, dat soort dingen. Dat is wat de lepelaar nodig heeft. Ja, ja, hij heeft een visje. Oh, een visje gepakt. Voilà, dat was hem. De lepelaar. Merci Frank. Mooie soort.